Traditioneel staat FC Groningen stil bij de overleden supporters van het afgelopen jaar. Maar liefst 52 waren het er in 2023. Prachtig eerbetoon aan hen, voorafgaand aan de wedstrijd van FC Groningen tegen Jong AZ. Een duel dat op Weiderwormer nog in een 5-0 zege voor Groningen eindigde. Dit is een schitterende actie van Poku. Die zet Blokcel te kijk en schiet dan keurig binnen. Dat is tegen Dordrecht al goed voor een hattrick en 2 assist. En trekt die lijn keurig door. Goede beweging. Blokcel staat er eigenlijk gewoon niet in zijn ogen. En Poku rond fraai af. Klopt daar Hidde Jurjes. En al heel snel de voorsprong dus voor Jong AZ. Dat zo overtuigde in de thuiswedstrijd tegen Dordrecht met 5-1 won. Terwijl Groningen zich naar een 1-0 zege worstelde tegen Jong Ajax. Postema wil graag een strafschop. Scheidsrechter Blank wil er niets van weten. Een schwalbe lijkt het zeker niet. Er lijkt wel wat contact te zijn. Maar niet genoeg dus in de ogen van Blank. Een bal op de lat. Bedoeld of niet. De inzet. Een vrije trap van Wouter Prins. Dick Lukien die zijn ploeg wat beter in de wedstrijd ziet komen. Groningen dat al 12 officiële duels op rij ongeslagen is. En bij een resultaat, een positief resultaat vandaag. Dus op 13 kan komen. Dat zou een clubrecord zijn. Een evenaring. Want het seizoen 90-91. Dan moet eerst de gelijkmaker vallen. En die komt er. Via Johan Hoven. Dat is zijn tweede van het seizoen. Passeert hij Kidjani Seggen. Die goal staat. Bij Jong AZ. Zijn tweede wedstrijd keept in de KKD. Die ziet hier niet heel fraai uit. Geen antwoord dus op de inzet van Hoven. Vanaf dat moment is Groningen veel sterker dan Jong AZ. Dit is Hens. En Louis Schouten krijgt de bal tegen zijn arm aangeschoten. Die is uitgestoken. En dus gaat de bal op de stip. Het schot van Schreuders. Blank staat er bovenop. En een kans voor Postema om Groningen op voorsprong te zetten. En natuurlijk benut Romano Postema deze buitenkans. Zijn zesde goal alweer van het seizoen. Zijn eerste vanaf 11 meter. En vrolijkheid en blijdschap bij FC Groningen. Dat is moeizaam begonnen aan de wedstrijd. Maar steeds beter gaat spelen. Kopballetje van Rente. Groningen blijft domineren. Mist nog altijd Bakuna. Die niet fit is. Laros Duarte is op de Afrika Cup. Kevin van Veen licht geblesseerd. En wel Jorg Schreuders dus in de basis. Die nog uitviel tegen Ajax. Volgende kans voor Luciano Valente. Wat wild afgerond. Kreeg veel ruimte en tijd, maar doet daar eigenlijk te weinig mee. Jong AZ voor het eerst vanavond onder leiding van Leroy Echtold. De opvolger van Jan Sierksma die bij AZ aangesloten is bij het eerste elftal. Volgende kans voor Postema en weer is het raak. Dit keer een velddoelpunt. Zijn zevende van het seizoen en eindelijk een comfortabele voorsprong voor Groningen. Dat dus veel sterker was, maar het duurt een uur voordat de voorsprong ruim is. Geen kans dit keer voor doelman Seggen. Een 3-1 voorsprong voor FC Groningen. Jong AZ dit keer zonder Van Bommel, zonder Adai, zonder Goes. En Poku is na 45 minuten naar de kant gehaald. Wel nog een mogelijkheid voor Rosangelo Daal. Ook hij is wild in de afronding. Verlengde zijn contract deze week tot 2028. Hij is nieuw bij Groningen. Rui Mendes overgekomen van FC Emmen. Fit genoeg om in te vallen. Daar moet hij nog even op wachten. Maar als hij in gaat vallen, weet hij dat het 4-1 is. Tom van Bergen maakte de winnende tegen Jong Ajax. En schiet nu de 4-1 op het bord. Slecht uitverdedigd bij Jong AZ. Met name invaller Jurre van Aken ziet er niet goed uit. En dan is het dus 4-1 als Rui Mendes het veld betreedt. Voor 2,5 ton kwam hij over van FC Emmen. Een oude bekende van Dick Lukien. Nog wat achterstallig onderhoud in de fitheid. Maar dat moet dus een toevoeging gaan worden aan de selectie van Lukien. Goede redding van Seggen. Voetje ertegen bij de kans van Postema. Die hier verzuimt om een hattrick op het bord te zetten.
Maar zo is Groningen heel hard op weg naar een evenaring van het record, het clubrecord van die ongeslagen reeks van 13 wedstrijden. Of Jong AZ moet iets heel geks gaan doen in de slotfase. Reversson legt hem nog breed. Kerstens ook ingevallen. Redding van Jurjes. Jong AZ kan geen vuist maken tegen Groningen na die 5-0. In Weidewormer ook nu weer een forse afstraffing voor het talent uit Alkmaar. Daar komt Groningen weer. Volgende kans. Invaller Lien krijgt hem niet langs zeggen. Weer Lien. Nu meegeven. Dika de Jonge ook ingevallen. Maar weer een redding van zeggen. Maar Groningen wint wel zeer overtuigend met 4-1. Evenaart het clubrecord. Een ongeslagen reeks wedstrijden.